kijkers en luisteraars van harte goedemorgen. We staan aan het begin van een nieuwe week. Een week die we achter de rug hebben, heeft de Heer ons gebracht. Elke dag opnieuw heeft ons geschraagd, heeft ons gedragen. Deze week gaan we samen met u ook deze nieuwe week opdragen aan de Heer. Het is goed om alles aan de Heer te overleggen. De Heer bij te trekken in alles dat we moeten doen. Elke stap die we moeten maken, hebben we de Heer nodig, ook deze week. En dat gaan we samen met u vragen aan de Heer om ons te leiden. Ik wil u vragen om uw hoofden te buigen. Dan gaan we samen voor de troon van de Heer. Vader in de hemel, dank u liefdevolle Vader voor deze nieuwe week, Heer mijn God. Heere God, u heeft ons gebracht, Vader, aan het punt van een nieuwe week, Heere God, die we tegemoet mogen gaan, Vader. Voor de afgelopen week, Heere God, zijn we u zo dankbaar, Heere God, dat u ons heeft geleid, Heere God. U heeft ons geschraagd, u heeft ons gedragen en u heeft ons geholpen, Vader God. Deze week, Heere God, draag ik aan u op, mijn God, met al de kijkers en de luisteraars, Heer, mijn God. En ieder, mijn God, Vader, die zijn probleem heeft, mijn God, of zit met wat dan ook, Vader, dragen we aan u op, Heere God. We bidden deze morgen, mijn God, voor de jongeren, de jeugd, mijn God. Vader, dat u ze in deze tijd, mijn God, wil beschermen, Vader. Al onze kinderen, Heere God. Dat u met ze wil zijn, Vader, dat u over ze waakt, mijn God. We bidden, mijn God, Vader, Heere, dat u beschermende hand, Vader. Dat u ze elke dag wil leiden, o, mijn God. De verleidingen, mijn God, de misleidingen, mijn God, zijn zo groot, Vader. Maar laten ze de juiste keuze maken, Vader, in Jezus' naam. We vragen u, mijn God, in deze tijd, ook voor deze week, mijn God, om onze jongeren, mijn God, om onze kinderen, mijn God, af te bakenen, mijn God. Haal weg, mijn God, Vader, heren, die niet thuis bij hun horen, Vader. Haal weg van hun, mijn God, zij die ze verkeerd brengen, mijn God, naar verkeerde wegen, o, mijn God. Vader, wilt u ze leiden, Heere God. We bidden deze morgen, mijn God, ook voor de oude vandaag, mijn God. De bejaarden, Vader. De bejaarden dragen we ook aan u op, Heere God. Wilt u ook met ze zijn in deze tijd, Vader. Ook zij hebben u nodig, Heere God. We bidden, mijn God, voor de leerkrachten, mijn God. We bidden, Heere God, Vader, voor het verzorgend personeel, het ziekenhuispersoneel, Vader. Heere God, we dragen een ieder aan u op, mijn God. We dragen een ieder van de werkende klasse op aan u, Heere God. Heere, omdat we u deze tijd harder nodig hebben, Heere God, dan de dag ervoor, Vader. De tijden die voor ons liggen, Heere God, zijn niet makkelijk, Heere God. Maar we weten, Heere God, met u aan onze zij, mijn God, kunnen we verder, Heere. Stap voor stap, Vader God. Zo gaan wij deze week met u in, Vader. We bidden, Heere God, dat u ons elke dag veilig leidt naar onze plaats van bestemming, Heere God. En dat u ons elke dag weer veilig huiswaarts zal brengen, Heere God. Vader, hier zijn wij deze morgen, mijn God. Gaat gij uw gang in ons leven, Vader. We gedenken degene, mijn God, die u nog niet kennen, Vader. Heere, mijn God, dat ze tot bekering mogen komen, mijn God. Dat ze de roep horen, mijn God. Dat ze een verlangen mogen krijgen naar u, Heere God. Om ook met u samen het leven te mogen delen, Heere God. Heere, gaat gij uw gang deze week zo met ons allen, Vader God. Heere, en we leggen deze week in uw handen. In Jezus' naam. Amen. Goedendag. Vandaag willen we stilstaan bij een bekend, maar toch wel moeilijk gedeelte uit de Bijbel. En dat is de bergrede en meer in het bijzonder de zaligsprekingen. Ik neem aan dat u elke dag Bijbel leest. En dat is heel erg belangrijk. Waarom? Omdat wanneer je de Bijbel leest, dan ontdek je de zegen die Gods woord aan ons wil geven. Maar, dat geldt dus ook voor vandaag, dan moeten we erover nadenken. Ik hou niet zo van dat woordje mediteren, want dan kom je in een bepaalde sfeer. Daarom gebruik ik het woordje nadenken. Je moet het alles even door je heen laten gaan, zodat het jou een zegen kan zijn.
De manier waarop we de Bijbel lezen is dus heel erg belangrijk en dat zult u vandaag hopelijk ook weer merken. En waarom wil ik vanmorgen stilstaan bij, of vandaag stilstaan bij de bergrede? Omdat we daar gaan vinden wat de Heer verwacht van een volgeling van hem. Wat de Heer van een christen verwacht. We krijgen dus in die zaligsprekingen een beschrijving van zoals de Heer wil dat u moet zijn en zoals de Heer wil dat ik moet zijn. Voor we met de eerste zaligspreking gaan beginnen, even een paar opmerkingen. In de bergrede komt, tenminste in dit stukje, komt het woordje zalig 9 keer voor. En daarom zijn er dus 9 zaligsprekingen. Sommige mensen die spreken over 8 zaligsprekingen, omdat die 9e een klein beetje anders is in vorm. Maar elk van die 9 eigenschappen moeten we dus kunnen zien in het leven van een christen. Het probleem is, geen van die 9 eigenschappen hebben we van de geboorte af meegekregen. Ze komen pas tot uiting wanneer we bewust Gods geest in ons laten werken en bewust aan een verandering werken. Goed, we gaan naar de eerste zaligspreking. Ik zei al, de bergrede bevat 9 zaligsprekingen. Vandaag ga ik er 3 met u doornemen. En we beginnen dus nu met de eerste. En daar staat, zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Wat een moeilijke zin. Zalig de armen van geest. Want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Ja, dat het koninkrijk der hemelen, dat weten we wel. Dat is het koninkrijk waar de Heer Jezus koning van is. Maar zalig de armen van geest. Wat betekent dat? Laten we met het eerste woordje beginnen. Zalig. Ik denk wel dat u weet wat het eerste woordje betekent. Het betekent gelukkig. En wanneer zijn wij als christen blij en gelukkig? En dat is wanneer we Gods wil doen. Het tegenovergestelde is ook waar. We voelen ons ongelukkig en we voelen ons verdrietig wanneer we verkeerd gehandeld hebben. Gelukkig voelen of gelukkig zijn is een persoonlijk gevoel. Maar hier in de bergrede betekent zalig of gelukkig meer dan dat. Oké, dan weten we, zalig betekent eigenlijk nog meer dan gelukkig. Want gelukkig is voor een tijdje, maar zalig is voor ja, een situatie voor u, voor mij. En dan staat er, zalig de armen van geest. Niet de armen zijn zalig. Er is een tijd geweest in die geschiedenis dat mensen daar de nadruk op legden. En sommigen nog steeds op de armen. Maar nee, niet de armen, maar de armen van geest. En armen van geest heeft te maken met ons hart. Die term arm van geest komt heel veel voor in het Oude Testament. En daar betekent het iemand die het moeilijk heeft. Iemand die zichzelf niet kan helpen en die daarom naar God kijkt en vraagt om hulp. En voor ons, zalig armen van geest, dat zijn de mensen die beseffen dat ze elke keer weer vergeving nodig hebben. En ze beseffen dat ze uit zichzelf nooit zuiver kunnen staan tegenover God. Dat zijn mensen, u en ik, die beseffen dat we zijn genade en zijn barmhartigheid nodig hebben. Dat ziet u bijvoorbeeld bij Mozes. Na 80 jaar gevormd te zijn en 80 jaar scholing van de Heer, zien we die nederigheid bij hem.
We zien dat hij niet denkt, ik ben er al, maar hij begrijpt, ik ben er nog lang niet. Er is nog zoveel bij mij dat moet veranderen. Dat is die nederige houding die wij moeten hebben tegenover God. Het is diezelfde houding die we zien bij Petrus. Petrus is 3 jaar met de Heer meegelopen. En op een gegeven ogenblik schreeuwt hij het uit en hij zegt, ga weg van mij. Dat zegt hij tegen de Heer Jezus, want ik ben een zondig mens. En als je zo tegenover God staat, als je dat beseft, ik ben een zondig mens, ik heb die vergeving nodig, dan zal je die zegen ervaren. En dan geldt voor u, zalig de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk der hemelen. Dus met andere woorden, als je gaat kijken naar kenmerken van een christen, dan wordt als eerste hier genoemd, broeder, zuster, laten we niet te veel van onszelf denken. Laten we beseffen dat we mensen zijn die fouten maken, dat we mensen zijn die Gods genade en Gods vergeving nodig hebben. We gaan nu naar de tweede zaligspreking. Zalig de treurenden. Je zult zeggen, maar dat klopt niet. Je bent toch niet gelukkig wanneer je treurt? Maar dan moet je het zien in het geheel van deze zaligsprekingen. Er staat in vers 4, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is de tweede zaligspreking. Het gaat niet erom dat we verdrietig zijn omdat iemand van ons is overleden, of omdat iets in het leven mis is gegaan, of om welke reden dan ook. Maar deze zaligspreking heeft te maken met die vorige. Waarom treuren wij? Omdat we de Heer zo vaak hebben teleurgesteld. Ik weet niet van u, maar ik weet dat ik de Heer vaker teleurstel. En als we eerlijk zijn, gaan we dat kunnen toegeven. Maar als we de Heer hebben teleurgesteld, dan moeten we het niet gewoon zo laten. We moeten erover nadenken en we moeten bij de Heer kunnen komen en zeggen, Heer, sorry. Sorry dat ik dat heb gedacht of sorry dat ik dat heb gedaan. En dat hoort bij een christen, daarom roept Paulus uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Met andere woorden, elke keer weer is er iets dat niet is zoals God het wil hebben. En daar wordt hij helemaal ontmoedigd van, om het zo te zeggen. En daarom zegt hij, ik ellendig mens. En dan staat er hier, zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wat is die vertroosting? Dat is het moment dat je tot God komt, dat je je zonde beleidt, dat je om vergeving vraagt, dat je zegt, Heer, het is de zoveelste keer dat ik deze fout heb gemaakt, maar wilt u mij vergeven, wilt u mij reinigen? Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. We kunnen ook treuren om andere mensen. Misschien hebt u heel veel tijd besteed aan uw kinderen, om ze op het juiste spoor te brengen. Misschien hebt u heel veel tijd besteed in de gemeente aan een bepaalde broeder of een bepaalde zuster. En nu zien we, hij gaat weer of zij gaat weer, bewandelt weer de verkeerde weg. Of het kan ook treurig zijn om een situatie in de familie, of in ons land, of in de wereld. En dan geeft de Heer hier de zekerheid, er zal een moment komen dat je getroost zal worden. En dat klopt met wat Openbaring zegt, eens zal hij die tranen drogen van allen, van welk leed we ook hier gehad hebben. Oké, dus we zien die eerste zaligspreking heeft te maken met die tweede. Die eerste zaligspreking, arm van geest, dat we zeggen, ik moet beseffen, ik maak fouten, dat moet ik beseffen. En als ik die fouten heb gemaakt, dan moet ik het niet zo laten. Ik moet erover nadenken, ik mag best wel verdrietig zijn, dat ben ik zelf ook vaak. Maar dan maak je het weer in orde met de Heer. En we krijgen nu de derde zaligspreking.
zalig de zachtmoedigen. En die zaligspreking heeft ook weer wat uitleg nodig om die te begrijpen. Vers 5, daar staat er duidelijk, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Wie zijn de zachtmoedigen? Weet u wie werkelijk zachtmoedig is? Niet de mensen die trots zijn en die zich verheven voelen boven andere mensen. Die zijn niet zachtmoedig. En dan ga je die zaligheid, die zegen, ook niet ervaren. Want in je trotsheid ga je door. Door in de gemeente, je vindt jezelf beter dan heel wat andere broeders en andere zusters. Je vergelijkt jezelf met anderen. Maar deze zaligspreking wijst erop, zegt nee, dat moet onze houding niet zijn. Ik moet me niet meer voelen dan een ander. En waarom niet? Omdat alles wat ik ben en alles wat ik heb, heb ik te danken aan de Heer. En daarom heb ik ook geen reden om me meer te voelen dan anderen. Zachtmoedig is degene die denkt van, ai, ik heb zoveel fouten gemaakt. Hoe kunnen de mensen nog goed praten over mij? Als ze alles van me zouden weten en als er hier die film getoond zou worden van mijn leven, dan zouden die mensen heel anders over me praten. Maar God kent alles en hij heeft mij zo vaak vergeven. En omdat hij mij zo vaak vergeven heeft, moet ik niet hard zijn tegenover andere mensen. En ik moet ze niet hard oordelen. Ik moet nooit vergeten, ik was ook degene die die fout, en ik maak nog steeds de fouten. En alles wat ik nu ben, ben ik door de genade en door de barmhartigheid van de Heer. De zaligsprekingen zijn gewoon geweldig om ze te bestuderen. En u kunt ze vinden in Matthäus 5. U kunt verder erover lezen. Maar laten we erover nadenken. En daar waar we een aanpassing moeten hebben, een verandering in ons leven moeten aanbrengen, laten we dat doen. Zijn we arm van geest? Want daar gaat het om. Zijn we nederig van hart? Onderzoek uzelf, broeder. Onderzoek uzelf, zuster. Wilt u eraan werken om anders te zijn, om te zijn zoals de Heer dat van ons vraagt in deze zaligspreking? Zijn we treurend? Hebben we echt spijt van de dingen die we verkeerd gedaan hebben? Willen we dat verkeerde echt ook in orde maken met de Heer? En als derde, zijn we zachtmoedig? Of zijn we hard? Hard tegenover onze kinderen misschien, hard tegenover mensen die we kennen in de buurt, hard tegenover mensen die fouten maken, vergetende. We zijn ook mensen met onze fouten. Zijn we hard en niet bereid om te vergeven? Dat zijn de dingen waar we over onszelf moeten nadenken. Ik wens u God zegen toe. Laten we samen de Heer een zegen vragen. Heer, dat is wat u wil. Zo moeten we zijn. En daarom bent u in die bergrede hiermee begonnen. Met deze zaligsprekingen. U wijst ons erop. Als je echt mij wil volgen. Dan past trotsheid en meer voelen dan anderen. Past daar niet in. U zelf was nooit trots. U was altijd nederig. En Heer, dat is wat u, dat moet het kenmerk zijn. Niet dat we deze weg niet willen bewandelen. Het past ons om nederig te zijn. Heer, en we danken u dat u een vergevende God bent. En elke keer als we fouten maken, geef dat we er niet aan voorbij zullen gaan en overheen zullen stappen, maar dat we het echt bij u zullen brengen. Daarom zegt u zalig de treurende. Zalig de broeders, de zusters, de mensen die echt spijt hebben van de fouten die ze maken in het leven. Zalig zijn ze als ze het in orde maken met mij.
dan kan ik ook weer verder gaan met hun. En dank u wel, Heer, dat we in het leven mogen leren. En geef dat we één ding zullen leren. De Bijbel waarschuwt ons, we moeten niet hoogvaardig zijn, we moeten niet trots zijn. De Bijbel heeft geen plaats daarvoor. We zien het keer op keer worden gewaarschuwd. En elke trotsheid die bij ons naar boven komt, elke keer als we ons meer voelen dan anderen, vergeef ons dat, Heer. Elke keer dat we niet bereid zijn om een ander te vergeven, elke keer als we hard zijn in ons spreken, in ons oordelen over anderen, vergeef ons dat, Heer. En geef dat we mogen leven zoals u dit hier voorhoudt in uw woord aan elk een van ons. Ga met ons, Heer, zo vragen en bidden wij u om uw naams wil. Amen. Ik wens u een heel gezegende tijd toe, God zegen en geef dat we in praktijk mogen brengen wat we vanuit Gods woord horen.
Heilig, 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 Heer God Almachtig, als bewijs van onze liefde.